Ik ben CEO van een technisch bedrijf. En techniek is zo ontzettend boeiend. Niet alleen voor jongens, maar juist ook voor meisjes. Ik ben ervan overtuigd dat jonge mensen ambitie krijgen als er iets is wat ze inspireert. Als er ergens één gedeelde missie is of een visie is op waar het naartoe kan. En als je dan naar Nederland kijkt en je ziet Nederland als een voedselproducerende stad, dan is dat best heel inspirerend. Ik ben docent groen. Ik geef alle groene vakken, waaronder werken met planten. En daar gebruik ik GrowWizKit bij. Bijvoorbeeld om plantjes te zaaien, dat te laten wortelen in de GrowWizKit. En dan kunnen ze het overpotten en dan kunnen ze een gedeelte doen we dan als start in de GrowWizKit zetten, zodat het weer verder kan groeien. En een ander gedeelte dat zetten we op tafel in de kas. In het begin waren we heel erg nieuwsgierig naar de GrowWizKit. Van hoe zou het werken en hoe gaat dat met leerlingen uit? Vooral in elkaar zetten van de GrowWizKit. Ik vind dit eigenlijk wel minder leuk dan het in elkaar zetten van de GrowWizKit. Ik vond vooral het in elkaar zetten van de lampen heel leuk. Want lampen die geven een speciaal licht af. En dat vond ik ook bijzonder om meer erover te leren. Wij werken met de leeromgeving van de GrowWizKit. En dan werken wij heel erg fijn als leidraad. In het begin dachten we, ja, hoe gaan we de lessen precies indelen? En door de idee op de GrowWizKit heb je eigenlijk al een begin en kan je dat alleen maar uitbreiden. Tot nu toe is het alleen nog in ons profiel dat we met de GrowWizKit werken. In de toekomst willen we wel samenwerken met andere profielen, want ook in andere profielen wordt koken aangeboden. En is het alleen maar mooi dat als we hier kruiden kweken of sla, dat verwerkt kan worden in alle profielen, zodat alle profielen ook weten, hé, dat is dus ontwikkeld door profiel groen, maar wij gaan er uiteindelijk een eindproduct van maken. Wij vinden het heel belangrijk dat de Sustainable Goals van de VN meegenomen worden in de projecten. Omdat wij onze leerlingen ook graag wereldburgers willen laten worden. En dat het een totaalpakket wordt, niet alleen dingetjes maken en doen, maar ook bewust zijn met de wereld. En datgene wat je bedenkt, wat betekent dat ook voor de wereld? We zien steeds meer dat kinderen het idee hebben dat voedingsmiddelen bij supermarkten vandaan komen. Niet het besef hebben dat er iets moet groeien of iets aan de voorkant zit voor de supermarkt. Dus we willen ze ook echt kennis laten maken van waar komt mijn voeding vandaan. En nalaten denken over het fenomeen, wat is gezonde voeding. Voor wat wil jij gaan kiezen? Voor TCNM of voor ONO? Ik ga denk ik voor ONO. En waarom kies je dan voor ONO? Ik vind het interessant dat je in de praktijk zoveel leert. Als je het hebt over de missie van Priva, dan heb je het over energietransitie en over voedselzekerheid. Als je het hebt over mijn persoonlijke missie, dan is het heel belangrijk om ook te laten zien dat we het kunnen. Het is niet de techniek die niet beschikbaar is. Het zijn de mensen die het moeten doen. Hoe mooi zou het zijn als al de jonge mensen op school al leren wat het is om ecosystemen te bouwen rondom voedselproductie. En dan te zien hoe verschrikkelijk veel nieuwe verbindingen daarmee kan maken. Het begint ergens, maar het uitbouwen tot steeds meer ondernemerschap en vanuit ondernemerschap vandaan nieuwe ecosystemen opbouwen, dat is wat we nodig hebben in deze wereld. Niet alleen voor Nederland als voedselproducerende stad, maar voor al die andere grote steden in de wereld die dat ook nog zullen moeten leren.